Weet je, ik ga lekker de stad in, dan ga ik lekker uh, een biertje, een bakertje drinken. En toen werd het steeds erger en erger. Weet je, en dan uh, één keer in de week, twee keer, drie keer, uh, vier keer. En uh, stripclubs en dit en dat. En ontmoet ik een uh, mooie dame die heel goed kon uh, paaldansen. Weet je verliefd op. Weet uh, ik verliefd op. <laughs> ja. En uh, ging, ging ik liegen tegen mijn ex-vrouw uh, dat ik in uh, een hotel zelf wilde. Uh, omdat ik nu even rust had, maar dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde gewoon bij die andere dame zijn. En dan ging ik naar, naar huis. Namelijk vrouw, ex-vrouw en kinderen. En dan s'avonds ging ik naar het hotel. Dubbel leven gewoon. En <laughs> ja, apart. Ja. Ja, en toen werd ik ineens gebeld. Drie weken. Toen zei ze van, ja, hoe gaat het met je vriendin? Toen ik met mijn vrouw gebeld. gaat het met je vriendin? En ik zo, lullen Ach, wat lul je nou man, ik heb helemaal geen vriendin. Ja, toen zei ze van, ja, ze heeft dit en dit aan nu. keek ik zo naast <laughs> zeg, Ze heeft nog gelijk <laughs> ja, Dan was ik gepakt door een privédetective.